Kijk, dit zijn enorm interessante tijden. Je ziet heel veel verschillende technologische ontwikkelingen en heel veel verschillende consumententrends. Wat ik eigenlijk zie, kijk, laten we één ding voorop stellen. Betalen is vaak eigenlijk een noodzakelijk kwaad, tussen aanhalingstekens. Mensen willen niet betalen, mensen willen kopen of consumeren. En een betaling moet eigenlijk gemakkelijk en veilig en efficiënt zijn. En het leuke is van al die trends die zich nu voordoen technologisch, is eigenlijk dat je heel veel mogelijkheden biedt om aan de ene kant voor de consument het makkelijker en veiliger te maken en voor de winkelier efficiënter, makkelijker en veiliger. Ik denk dat de banken nog steeds een cruciale rol houden in de relatie met de klant in het betalingsverkeer, omdat de betaalrekening is de essentie van de relatie tussen klant en bank. Jij en ik gaan niet meer meemaken dat wij ons salaris in bitcoins op een Facebook-account krijgen uitbetaald. Dus iedere maand krijg je dat salaris en dat ga je vervolgens met betaalmiddelen ga je dat gebruiken om te gaan consumeren. Je broodje bij de bakker, je kopje koffie, je nieuwe schoenen. Zolang banken met partners als Mastercard en wellicht ook andere partners ervoor zorgen dat die betaalmiddelen voor de consument veilig, gemakkelijk zijn en voor de winkelier betaalbaar en efficiënt, denk ik dat het nog een hele belangrijke rol is, ook voor banken, samen met partners zoals Mastercard. We hebben in Nederland een fantastische traditie om ervoor te zorgen dat steeds minder mensen met cash betalen en steeds meer mensen met hun betaalpas dan wel hun creditcard. Die trend blijft zich voortzetten. Een hele belangrijk onderdeel daarvan is contactloos betalen. Je ziet met name voor de kleinere bedragen dat mensen steeds vaak nog met contant geld betalen. Met contactloze betaling, en dat neemt natuurlijk een enorme vlucht, as we speak, zie je dat dat in de komende jaren denk ik dat steeds meer kleine bedragen, niet meer met cash, maar met contactloos worden betaald. Het goede nieuws daarvoor is dat ook steeds meer winkeliers daardoor hun betaalterminal geschikt maken voor contactloos betalen. En dat is ook weer heel belangrijk voor een volgende innovatie, zoals mobiel betalen. Dus de winkelier heeft de terminal staan, maar de consument kan straks in plaats van met zijn stukje plastic, kan hij betalen met zijn mobiele telefoon. En je ziet natuurlijk dat op een mobiele telefoon kan je natuurlijk veel meer additionele diensten voor zowel winkelier als consument toevoegen in vergelijking met het traditionele stukje plastic. Maar uiteindelijk komt daar een heel interessant strijd aan, of laat ik zeggen verschillende mogelijkheden. En uiteindelijk zullen de winkeliers en de consumenten gaan bepalen welke zij het makkelijkst, het veiligst en het efficiënt vinden. Dus het zijn hele interessante tijden. Het is het congres op het gebied van betalingsverkeer in Nederland. Dus eigenlijk alles wat er op dit moment hot is op het gebied van betalingsverkeer gaat daar besproken worden. Ja, ik kom er al jaren. Ik vind ook wat, ik kom een hoop leuke en aardige en goede professionals daartegen. Dus ik zou aan ieder die iets met betalingsverkeer heeft te doen, ja, hier moet je bij zijn.